Hekkensluiter GVV put moed uit het feit dat het al 4 thuiswedstrijden ongeslagen is. Dit is al na 6 minuten. Marten Jong met de 1-0 voor de Veenendaalers. Nam hij die bal met de bovenarm aan. De scheidsrechter oordeelt van niet. Lijkt er een klein beetje op. Maar het is 1-0 voor GVV tegen Spakenburg. Dat de laatste week in goede doen is. Joente. Dekker. Dekker. Van der Linde met een masker. Omdat hij afgelopen zaterdag bij de winnende tegen Noordwijk zijn neus brak. Floris van der Linde. De Leeuw. Tentaille. Die mag heel ver komen, zeg. Lars Tentaille. Daar staat de verdediging van Spakenburg op een verschrikkelijke manier te slapen. En staat GVV na 17 minuten op 2-0. Wat een wilde voor de ploeg uit Veenendaal. Die hier weer weg is via Bitter. En Montero voorkomt de 3-0 van Patrick. Opnieuw Patrick Oostinje. Met Emilio Vink, de zoon van de trainer van GVV, dus speelt tegen zijn vader. Spies. Dit is een goede bal. En dan is het 3-0 voor GVV. Dat zo moeilijk scoort dit seizoen. En nu 3 in 24 minuten. Lars Tentaille voor het eerst in de basis. Met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd en zijn tweede van het seizoen. Adname. Omdat Joente zich heel makkelijk de bal laat afsnoepen. Bitter, randje buitenspel, mag door. Minuut 26. 4-0 voor GVV. Spakenburg rolt de rode loper uit voor GVV. En dat profiteert zeer dankbaar. Speelt zelf bovendien ook goed. Maar dit is natuurlijk een ongekende tussenstand. Dekker. Hij mag het nog een keer proberen en dan prooi voor Jan van Willigen. Ook Vince Dino Dekker kan de tij niet keren bij Spakenburg. Dat een dramatische eerste helft speelt. Tentaille. Ja, waarom ook niet? Het had zijn derde kunnen zijn. De wedstrijd natuurlijk gespeeld. Wat probeert Spakenburg er nog wel wat van te maken. Hier met Van der Linde. Wilde hoekschop krijgt hem niet. Tot zijn verbazing en eigenlijk ook wel tot de mijne. Maar alles zat tegen voor Spakenburg. En dat liet de ploeg zichzelf ook wel een beetje overkomen. Justin Spies. Ja, GVV speelt een gewonnen wedstrijd in de tweede helft. Als Spakenburg niet al te snel scoort. Want ja, GVV is natuurlijk wel een ploeg zonder vertrouwen. En stel dat het 4-1, 4-2 wordt binnen een kwartier in de tweede helft. Dan kan GVV nog wel in paniek gaan raken. Dekker. Dekker. Van der Linde met een prima kopbal. Maar niet prima genoeg voor Spakenburg. En dan is het heilige vuur bij Spakenburg ook wel weg. En gaat de wedstrijd uit als een nachtkaas. Zeker ook als hier Louis van Zundert de bal overschiet. Dan mogen we toch zo langzamerhand gaan aannemen dat de 4-0 marge voor Spakenburg wel genoeg is. Dekker dan nog even. Vince Gino Dekker. En de mogelijkheid dan nog voor opnieuw van Zundert. Ja, het zijn speldenprikjes van Spakenburg in de tweede helft. Maar zolang die er niet in gaan, raakt GVV daar niet van in de war. Fabio Hendriksen als invaller, dissonant bij GVV. Dit is nog zo'n beetje zijn beste actie. Leon Terwielen heeft daar weinig moeite mee. Patrick. Patrick tegen Amakodo. Patrick had al geel, maar Nick Smit vindt het meteen rood. Amakodo bloedt zijn rund.
78 minuten. Smit laat zich niet vermurwen. Patrick moet eraf voor deze actie. Dom, dom, dom op het middenveld. Je hebt al geel. Ja, nou ja, goed. Is het meteen rood. Hoe dan ook, hij had er sowieso afgemoeten. Zeeman. Nou ja, dit is wat Spakenburg kon dinsdagavond. Het speelt een belabberd slechte eerste helft vooral. GVVV pakt drie hele belangrijke punten. Vader en zoon. De vader wint, de zoon is de verliezer.